Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Het is je boy DutchTuber. En vandaag heb ik twee dingen die ik met jullie wil behandelen in deze video. En ze zijn interessant, ze zijn knap, we gaan er waarschijnlijk veel respect voor hebben. En eentje is gewoon super, super mental vet. Kort samengevat, we gaan in eerste instantie kijken naar een meisje wat echt gewoon de grootste transition ooit is ondergaan. Dus gewoon echt een transformatie waar je u tegen zegt. Dit meisje is namelijk gewoon letterlijk honderden kilo's afgevallen. En de transformatie van hoe ze dus eerst was, best wel zwaar. Naar hoe ze is geworden, dus gewoon eigenlijk een juist gewicht, is echt insane om te zien. Daarnaast gaan we reageren op iemand die van bekende logo's, die jullie 100% zeker gaan kennen, epische wapens heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een boxbeugel van het McDonald's logo. Ik wil er nog niet te veel over verklappen, want we gaan het in deze video checken. Like deze video voor extra geluk in je leven. En als je geen normale baas bent, maar een opperbaas. En let's freaking go. We beginnen dus met dit meisje, genaamd S. Bidey, als ik haar naam goed uitspreek. En dit is hoe zij er 2 jaar geleden uitzag. In eerste instantie moet je natuurlijk onthouden dat iedereen mooi en uniek is op zijn eigen manier. Je moet eigenlijk gewoon proberen gelukkig te zijn met jezelf. Maar als je dat niet bent, kun je er natuurlijk wat aan doen. En dat is wat dit meisje heeft gedaan. Dit is namelijk hoe ze er 2 jaar geleden uitzag. En ze begon dus met workout doen, met sporten, waardoor ze er steeds iets beter begon uit te zien. Naar haar mening dan. En ik denk dat de meeste mensen het daarmee eens zullen zijn. Want eerst was ze dit, en toen begon ze te sporten, en toen was ze dit, in dat groene hemdje. En zoals je kunt zien, ziet ze er gelijk al een stuk gezonder uit. Ze bleef doorgaan, en ze veranderde naar dit. En dat rechter meisje wat jullie hier zien, ziet er totaal niet hetzelfde uit als het eerste meisje wat jullie hier zien. Dus ze is in een half jaar of een jaar tijd echt al bizar veel afgevallen. Dan gaan we door naar hoe de transformatie verder ging. Oh my god, are you serious? Dus dit meisje, hier is ze al 65 kilo afgevallen. Ik bedoel, sommige mensen wegen 65 kilo. Ik weeg geloof ik 65 kilo of misschien nog wel minder. I don't know. Ik ben gewoon heel skinny. I know. Maar dit is dus wat ze was na een jaartje sporten. Van dit naar dit. En dit is echt insane. Maar we gaan verder, want ze ging namelijk nog door. En kijk hoeveel ze is afgevallen. Het is echt insane gewoon. Dat is echt niet normaal. Oh my god. Wat ze natuurlijk wel deed, en dat staat er ook bij beschreven, is dat ze zichzelf zo nu en dan wel beloond met bijvoorbeeld een Oreo koekje of iets anders, maar gewoon in kleine mate, waardoor je dus wel een beetje geniet van de lekkere dingen in het leven, maar niet te veel. En vervolgens is zij dit geworden. Like, dit is zo insane. Ze leeft nog steeds gezond en ze sport 2 keer per dag. Let op, dus dit was zij. Dit is zij nu, maar dit was zij eerst. Van dit naar freaking dit. En het is insane. Like, for real. Ze heeft ook gewoon echt spieren en shit. Kijk dan jongens en meisjes. En dit is zij nu geworden. En ik kan het me niet voorstellen dat dit ooit dit was. En geloof me, ik wil haar op deze manier, dat ze hier zeg maar wat voller is, wil ik haar niet op blamen. Maar dat ze er nu zo uitziet, vind ik echt freaking insane. Like, laten we gewoon eerlijk zijn. Ze is gewoon heel knap. Ze is gewoon heel mooi. En dat komt er dus gewoon door omdat ze aan zichzelf is gaan werken, omdat ze niet gelukkig was. En het is echt next level. Like, for real. Besef dat zij dit nu is. Ze heeft gewoon zieke beenspieren. I mean, look at those beenspieren. Like, for real. Beste Engels ooit. Look at those beenspieren. But you guys know what I mean, oké? Van dit naar dit in 2 jaar tijd. Ik vind het insane. En hierbij kun je dus eigenlijk ook weer, ja, duidelijk maken aan jezelf dat alles mogelijk is en niets onmogelijk is. Wil je ergens voor gaan? Heb jij een droom die je wilt najagen? Op wat voor manier dan ook? Laat niets jou in de weg staan. Ik bedoel, wat ik altijd denk is, de situatie is nooit perfect. Dus maak de situatie voor jezelf perfect en bereik wat je wilt bereiken. Nu we deze mooie levensles hebben gehad, kunnen we doorgaan naar iemand die van de gekste logo's, van de meest bekende logo's, de gekste wapens heeft gemaakt. We beginnen met het McDonald's logo. En zoals jullie kunnen zien, heeft deze guy van het McDonald's logo een soort van boxbeugelachtig iets gemaakt. Het ziet er super vet uit. Uiteraard, doe deze dingen niet na. Zorg ervoor dat je nooit met wapens in aanraking komt. Het is slecht, maar je weet toch, het is wel heel vet hoe hij dit heeft gedaan. Like, legit. Gewoon een boxbeugel gemaakt van het McDonald's logo. It's pretty insane. Ook nog zo die hamburger daarnaast met een hap erbij, of een hap eruit. Is echt heel leuk gedaan, moet ik zeggen. Dus dit is sowieso al heel erg vet. We gaan de volgende checken, jongens. Oh my god, deze guy heeft een mes weten te maken van het Nike logo. Dat is sick. Nee, even serieus, dat vind ik echt heel sick, jongens. Een mes gemaakt van het Nike logo. Like, not Nike. Nee, jullie snappen hem. Dit is leuk, man. Dit is echt heel erg vet. Hij heeft dit heel tof gedaan. Hij ziet er ook wel echt uit als zo'n echte hipster, man, bro. Hij is echt een hipster. De volgende. Deze guy heeft van een, hoe noem je dat ook weer? Een crossbar. Dat is zeg maar iets waarmee je bijvoorbeeld deuren en shit kan openbreken. Best wel bekend onder de inbrekers. Nooit inbreken is slecht. Maar die heeft dus van het Facebook logo heeft hij een crossbar weten te maken. Wat geloof ik een soort van koevoet is of zo. Hey, dit is next level, man, bro. Dit is echt heel tof gedaan. Dan hebben we hier iemand die van het Mercedes logo een Ninja ster heeft weten te maken. Waarmee je dus gewoon zo gewoon kunt gooien. En it's pretty mental. Like, it's for real the most epic thing that I've ever seen. Gewoon. Ik weet echt niet waarom ik zoveel Engels praat in deze video. I don't know what to do. Maar dit is serieus heel epic. Ik ga niet voor jullie liggen. Dit is vet. Kijk dan. En dat waren ze ook alweer. Deze guy heeft niet al te veel gemaakt. Maar degene die die heeft gemaakt, jongens, jullie kunnen het zien, zijn freaking epic. Nou ja, jongens en meisjes, vonden jullie dit nou een toffe video? Geef hem dan natuurlijk nog even een like. Abonneer ook zeker op mijn YouTube kanaal als jullie dit nog niet hebben gedaan. Het was je boy DutchTuber. Ook wil ik jullie vertellen dat jullie zeker even moeten abonneren op Gekkies, als YouTube kanaal waarop ik probeer elke dag een Minecraft video online te krijgen. Als dat alweer
zeg maar, aan de gang is. I don't know. Abonneer op Gekkies, link boven in de beschrijving. Sowieso even doen als je mijn Minecraft wilt zien spelen. Het was your boy en tot de volgende keer. Adios.